Vorig jaar mocht het Japanse bedrijf Yakult in Almere zijn 200.000ste bezoeker verwelkomen. Het is een mijlpaal voor het bedrijf dat kleine flesjes gefermenteerde zuiveldrank met probiotica verkoopt. En dagelijks drinken zo'n 39 miljoen mensen over de hele wereld dat drankje. In de studio Jan Albert Blauw, corporate affairs manager bij het bedrijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie voor het zuivelvak in de supermarkt staat, ziet vaak wel die kleine roze flesjes staan. Um, misschien dat niet iedereen dan precies weet wat erin zit, maar wat, wat is het nou? Yakult nou, is een uh, gefermenteerd zuiveldrank, zoals we dat noemen. Met um, ja, zoals ik denk de meeste mensen in Nederland wel, uh, wel zullen weten, uh, uh, draait het bij Yakult met name om de bacteriën die erin zitten. En uh, ja, dat, dat is het dus eigenlijk een, een gefermenteerde zuiveldrank met, uh, met bacteriën. Maar gefermenteerd, dat klinkt als dat het verrot is. Nou, een fermentatieproces dat, uh, dat, dat kennen we van heel veel uh, producten. Uh, zelfs uh, 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 zaken als wijn of bier, dat zijn eigenlijk allemaal gefermenteerde producten. Natuurlijk ook, uh, ik denk dat de meeste mensen zullen denken aan zaken als zuurkool en, en, en dat soort uh, dingen. Maar het is dus eigenlijk een, een proces waarbij uh, bacteriën uh, uh, melkzuren gaan omzetten. En dat gebeurt bij heel veel voedings voedsel, uh, voedingsmiddelen. Voedselproducten. Ja, daar nou, er zit er ook een heel verhaal achter. Hè? De filosofie van Jacoult is: het hele zijn van de mens. Ja, daar moet je even op kouwen. Wat betekent dat nou precies? Ja, bij, uh, bij Jacoult uh, draait het inderdaad om, um, om, om het welzijn van, uh, van de mens. En uh, ja, ik heb altijd begrepen dat het bij bedrijven toch ook vooral uh, gaat om geld verdienen. Ja, dat uh, kijk om uh, geld, geld heb je natuurlijk wel nodig om continuïteit te creëren mm -hmm. en en ja, cool, het is een bedrijf. Maar het is geen al... liefdadigheidsinstelling. Zo klinkt het. Nee, niet, als u dat nou, uh, zegt. Nou, mm, het is geen liefdadigheidsinstelling, maar, uh, maar het, 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 het grappige is wel. Misschien kan ik al, al gelijk even een anekdote vertellen dat uh, uh, dat in de tijd uh, een aantal jaren geleden ben ik naar Japan geweest op het hoofdkantoor. We zijn een Japans bedrijf en dat uh, on, onze grote uh, CEO Daarvoor een zaal van 3000 mensen vertelt: van, van als je bij Jacoold werkt eh, en dat je denkt dat het, eh, het verdienen van geld het belangrijkste is. Of dat winst maken voor Jacoult het belangrijkste is, dan zit je eigenlijk bij een verkeerd bedrijf. Dus, dus bij Jacoult draait het niet per se uh, in eerste instantie om het, uh, om, om het winst maken. Uiteraard, uh, en dat, dat wil ik nog zeggen, heb je winst nodig mm -hmm. om continuïteit in het bedrijf te kunnen, uh, te kunnen behouden. Maar wat is dan dat hele zijn van de mens? Waar doelen jullie dan op? Nou, daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat, um, dat om gezond te zijn, uh, dat, dat je niet alleen fysiek gezond moet zijn, maar dat, dat, dat alles om je heen ook gezond moet zijn. Dus je moet ook, ook zelf, ook mentaal, uh, gezond zijn, maar ook, je hebt ook sociale gezondheid nodig, dus contacten met andere mensen. Uh, dus het gaat verder dan alleen het, het puur fysieke gedeelte. En wat betekent dat dan voor mensen die bij Jacoult werken? Um, nou ja, dat, dat proberen we in ieder geval wel ook met, uh, met de mensen te delen. Hè? Dat uh, dat het hele idee van, uh, uh, van, van uh, werken aan een gezonde maatschappij, dat dat in de breedte. Uh, ...wel uitgerold wordt en, en ook met, uh, met mensen gedeeld wordt. Uh, uh, maar goed, dat zijn nog vrij abstracte termen. Maar ja. kan je daar, uh, dat in de praktijk uh, handen en voeten geven? Nou, wat, wat, uh, wat we wel proberen te doen is ook, ook aan onze medewerkers te laten zien... ...dat het belangrijk is om uh, iets in de maatschappij te doen bijvoorbeeld. En dat we, dat we ook, ook lokaal uh, bepaalde dingen uh, uh, ondernemen. Noem eens en laten wat. zien. Uh, nou, we zijn bijvoorbeeld al vanaf, uh, vanaf het begin dat, dat Jacqualt in Europa is gekomen, hier in Nederland. Zijn wij de hoofdsponsor van het Nederlands Philharmonisch Orkest in, uh, in Amsterdam. En dat is dan ook weer een onderdeel van dat, van dat idee. dat om gezond te zijn, dat, je, dat, dat alles om je heen ook gezond moet zijn. En dat klassieke muziek daarbij een rol kan spelen, bijvoorbeeld. Uh, uh, maar om dat ook op lokaal niveau te laten zien, uh, zijn wij ook, ook de sponsor van het, het Havencom-concert in, uh, in Almere ieder jaar in september. Uh, en daar proberen we dan ook weer, om een voorbeeld te noemen... de, de medewerkers bij te betrekken. Uh, door, door met in dit geval 50, 60 ouderen uh, gezamenlijk naar het concert toe te gaan. En dan uh, ja, van, van het concert te genieten. Maar daar zit echt een idealistische gedachte achter. Dat is niet om reclame te maken voor het merk Jacolts. Nee, daar zit echt een idealistische gedachte achter. Maar met name ook uh, het idee hè, van, van uh, uh, het Havenkomconcert. Ook wel van wij zijn in Almere. Wij mogen in Almere produceren. We zijn dus echt een, Wat dat betreft, we zijn weliswaar een Japans bedrijf, maar ook echt een Almeers bedrijf. En uh, dat, dat willen we ook laten zien. En ja, de meeste van onze medewerkers die komen ook uit, uh, uit Almere, zeker ook uh, de mensen die in de fabriek werken. Ja, want, en die uh, willen we daar ook bij betrekken. Daar even naar kijkend, want um, ja, Jacout zit dus al heel erg lang in Almere. Uh, waarom eigenlijk de keuze voor die stad en niet bijvoorbeeld in Frankfurt of uh, ja, in Parijs? Ja, er, zijn wel, er is door het Japanse management in de tijd echt goed onderzoek gedaan naar wat nou een geschikte locatie zou zijn om ons te vestigen. En daar is Almere uitgekomen. In eerste instantie Nederland als land, want we zijn de productielocatie voor heel Europa. Nederland met name omdat we een zuivelland zijn. Uh, de Nederlanders die zijn ook bereid om wat nieuwe dingen in de zuivel uh, te proberen. Dus, uh, dus ja, dat is een goede, goede uh, start uh, um een, uh, om een dergelijk product te, te lanceren. Zeg maar. Nederlanders spreken goed hun talen. Uh, het is een goed distributieland. Dus vandaar dat er voor Nederland is gekozen. En Almere, ja, um, zeker ook wel uh, vanwege de, de goede samenwerking met de gemeente. Euh, euh, dus die heeft, heeft, heeft euh, best veel gefaciliteerd om euh, de fabriek in Almere neer te zetten. Ja, daarnaast, euh, het, het ligt dicht bij Amsterdam en Amstelveen, waar, waar heel veel Japanners wonen. Euh, het ligt dicht bij Schiphol om, uh, om ook ja, de mensen uh, goed in en uit te kunnen vliegen, om het zo maar eens te zeggen. En hoe gaan die flesjes en, dan door Europa heen? Ook met dat vliegtuig? Of dat gaat nee, via de weg? Nee, dat gaat via de weg. Die worden allemaal opgehaald inderdaad, in dat. Uh, Gaat via de weg. Ja, want uh, hoeveel uh, van die flesjes rollen er eigenlijk van de band in Olmere? Uh, dat uh, on onze uh, capaciteit zit op ongeveer 10 miljoen flesjes per week. Dat, zo. Wij zijn nu nog niet, uh, niet vol qua productie, om het zo maar eens te zeggen. Dus we kunnen het nog verder uitbreiden. Maar onze productiecapaciteit is 10 miljoen flesjes per, per week. Hmm. En dat doen we dan in, uh, in vijf dagen. Dus, dus uh, theoretisch kunnen we 2 miljoen flesjes per dag kunnen we produceren. Jemig. En, en waar is dan de grootste afzetmarkt in Europa? Mag je daar wat over zeggen? Ja, daar dat, dat kunnen we wel iets van uh, aangeven. Nederland is een hele belangrijke afzetmarkt. Ook, ook doordat we hier begonnen zijn en, en Nederlanders eigenlijk uh, vanaf het begin met Jacoult uh, 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 kennis gemaakt uh, hebben. Um, Engeland, dus het VK, is echt een, uh, een belangrijke afzetmarkt. En daarnaast hebben we landen als, uh, als Duitsland, België, Italië, uh, Frankrijk. Maar wat ze daar open trekken uit het koelvak, dat komt dus gewoon uit Almere. Dat komt allemaal uit Almere inderdaad. Aangeraakt door Almeerse handen. Ja. Nou, het is niet allemaal aangeraakt door handen. Want het productieproces is ook wel redelijk uh, uh, zeg maar, geautomatiseerd. Maar, ja. Ja. Maar, maar goed, het moet wel in een doos gestopt worden ook. Ja, maar dat gaat ook geautomatiseerd. Ja. Maar dat, dat is misschien wel het leuke. Dat, uh, want daarvoor kwam ik natuurlijk ja. ook. Dat komen mensen bij ons ook bekijken. Ja, massaal, hè? Merkelijke piek in de populariteit van Yakult vorig jaar. In de succesvolle Netflix-film To All the Boys I Loved Before. waarin de hoofdpersonen het zuiveldrankje dronken. piekte ineens de verkoop van het drankje. Was dat nou een reclame of was het echt zo dat het piekte? Nou, dat moet ik wel iets nuanceren. In de zin van de, de, de verkopen die, die zijn wel gepiekt. Maar niet per se echt meetbaar in Europa. Dus de, 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 de verkoopstijgingen die hebben we met name gezien in Amerika en in Azië. Daar heeft het echt wel iets gedaan. In Europa. Is het moeilijk om te zeggen wat het exact gedaan heeft? Uh, veel mensen hebben het wel opgemerkt. Uh, maar de, de echte verkoopstijgingen die zaten met name in andere werelddelen. Maar was hier sprake van product placement? Heb nee. je daarvoor betaald? Nee, helemaal niet. Het was voor ons ook een verrassing. Um, uh, waarschijnlijk, het, het, het gaat natuurlijk om een Aziatische familie. En waarschijnlijk heeft de filmmaker die heeft iets, uh, een aantal dingen laten zien. om. Aan te geven dat het, uh, dat het echt om, om, om nou ja, echt een, een Koreaanse familie met Koreaanse tradities uh, uh, gaat. En in Korea wordt Yakult uh, ook veel gedronken. En dus was het een mooie manier om, uh, om, om zich ook te onderscheiden van de rest van Amerika, waar Yakult eigenlijk nog helemaal niet bekend is. Dus het, het heeft daar wel zeker wel iets gedaan. Ja, als, ja. als mensen het maar blijven drinken dan hè? Ja, ja, dat is natuurlijk... Uh, maar goed, dat leert uh, de ervaring ons wel. Dat als mensen het één keer uh, gedronken hebben... dan uh, blijven ze vaak wel trouwe drinkers. Dus. Nee, we willen het heel graag hebben over de 200.000ste bezoeker... die in de fabriek in Almere is komen kijken. Dat was vorig jaar. Ja. Wanneer was het ongeveer? 26 oktober. Ja, dat maar dat weet echt... je ook precies uit je hoofd. Ja, ik heb het even weer opgezocht <laughs> ja. uh, voordat ik hier kwam. Ja, maar 200.000 bezoekers in een fabriek... Het is, niet... ja, het is een beetje wonderlijk misschien wel... Ja, 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 maar dat, dat, dat past ook wel bij het beeld van, van Yakult in zijn totaliteit. Dus uh, uh, je zei het zo net al, er worden ongeveer 39 miljoen flesjes Yakult wereldwijd uh, iedere dag verkocht. Uh, dat wordt in verschillende fabrieken. Ik denk dat er zo'n 28 fabrieken wereldwijd uh, zijn. Um, en al die fabrieken die zijn op zo'n manier gebouwd dat het productieproces bekeken kan worden... En dat is dus ook in de Europese fabriek in, uh, van Yakult in Almere. Daar kun je het productieproces ook bekijken. Maar is dat zo interessant dan? Ja, dat, is eigenlijk, uh, dat, dat, dat lijkt toch wel erg interessant te zijn voor, uh, voor heel veel mensen. Ik denk dat het op zich al redelijk uniek is dat je in een voedingsmiddelenbedrijf het productieproces echt van, van het begin tot het eind kun, uh, kunt komen bekijken. Want je wil natuurlijk niet hebben dat iemand uh, in, in die flesjes hoest. Nee, nee, maar dat gebeurt ook niet. Uh, alles gebeurt, uh, nou eigenlijk, ik zou bijna zeggen, net als hier in, uh, in de studio, volledig afgeschermd. En je staat dus ook niet echt met je neus direct op de productielijn. Maar je kunt het wel allemaal bekijken van achter het glas. Dus het, is, uh, uh, het, het, het productieproces blijft volledig gecontroleerd. Dat is ook nodig. Maar de, de, de fabriek en eigenlijk dus alle yakult fabrieken zijn echt, echt zo ontworpen. Dat, uh, dat mensen het hele productieproces van het begin tot het eind kunnen, kunnen zien. Maar waarom is dat zo interessant? Um, nou, ik denk dat heel veel mensen sowieso al geïnteresseerd zijn in, uh, uh, in productieprocessen. Uh, daarnaast. Ja, maar wat zie ik... je? Zie je dan nou vooral flesjes over een lopende band gaan? Ja, nou ja, we beginnen bij het, bij het, uh, bij het begin, uh, uh, waar de grondstoffen binnenkomen, eigenlijk om te laten zien hoe die gecontroleerd worden. Dus je begint eigenlijk bij het laboratorium. Daar wordt ook uitgelegd waar het allemaal om draait en wat er allemaal gebeurt. En dan loop je zo. Stap voor stap door het hele productieproces heen, uh, dan, dan, dan zie je een hele grote uh, zaalruimte met allemaal hele grote fermentatietinks. Uh, en, en daarna kom je eigenlijk in het, in het productieproces waar je uh, daadwerkelijk kunt zien aan de ene kant hoe de flesjes, want wij produceren de flesjes uh -huh. zelf ook uh, op onze locatie. En die worden dan met, uh, met vacuümlucht over het dak gezogen uh, richting het, het, het gedeelte waar ze gevuld en gedopt worden. En daar zie je dus echt het productieproces. dat de flesjes in minder dan een tiende van een seconde per flesje. Uh, gevuld, gedopt en ook geprint worden. En ja. dat is een razendsnel proces. waar mensen soms echt, uh, ja, echt minutenlang naar kunnen kijken. Ja, het... en dat ook echt heel interessant vinden. Ja. Ja, en dan gaat het zo door naar, uh, naar de verpakking. Ja, dat is ook net een, net een soort. Uh, uh, of je naar een model spoorbaan zit te kijken. Uh, ja, mensen vinden het over het algemeen wel, uh, wel interessant. En wat willen jullie hiermee bereiken? Want jullie doen dit dus wel, terwijl te, veel andere voedingsbedrijven dit niet doen. Waarom? Uh, ja, daar zit wel een stukje van, uh, van het idee achter dat je, um, dat, je, dat je transparant moet zijn in je hele productieproces. En dat is dus al, eigenlijk al vanaf het begin dat Yakult gestart is, uh, zo'n 80 jaar geleden in Japan. Toen was ze al transparant, eigenlijk voordat ja. iedereen begon te roepen ja. om transparantie. Maar hm. ook uh, wellicht omdat, uh, omdat het bij Yakult allemaal om bacteriën draait. En het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend om, uh, om, om bacteriën te drinken. En ja, een, 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 he, als je met, die, met een nieuw concept op de markt komt, dan uh, denk ik dat het allerbelangrijkste is dat je vertrouwen krijgt van mensen. En een van de dingen die je kunt doen, is gewoon te laten zien wat je doet. En als je, dat, als je bereid bent om dat te doen, dan, dan, dan geeft dat ook heel veel mensen vertrouwen. En dan zijn mensen ook bereid om jouw, uh, om jouw product te proberen. Ja, want hoe lang doen jullie dit nu dan al? Vanaf het moment vanaf het dat jullie begin? Al... Ja. Ja, ja, dus dat 25 is... jaar. Uh, Geleden. Ja, dus dan, dat zijn ongeveer uh, oh, ik ben zo slecht een kleine 10.000 per, per jaar. Ja, ja. ja precies. Zou, zou dat uitgebreid kunnen worden? Nou, we zijn eigenlijk al uh, redelijk uitgebreid. Uh, want op een gegeven moment ik werk nu zo'n 10 jaar bij Yakult. Toen, uh, toen kwamen er iets van 3.000, 4.000 mensen per jaar naar de fabriek. Uh, we hebben daar wat meer actief beleid opgezet En ondertussen zijn het zo'n 15.000 bezoekers per jaar. Dus dat heeft er ook toe geleid dat we toch vrij snel richting die 200.000ste bezoekers zijn gekomen. Uh, ja, ik denk dat we op zich wel mogelijkheden hebben om nog verder uit te breiden. Um, maar dan moeten we ook goed kijken van hoe we dat willen organiseren. Ja, het is wel een heel, hele organisatie om al die mensen te ontvangen. En we doen het ook met, met plezier. Dus we zullen zeker kijken van hoe kunnen we dat in, het, in de toekomst verder nog uitbreiden. Uh, maar we zijn eigenlijk al heel blij dat, uh, dat, dat er ieder jaar nu 15.000 mensen naar uh, Jacoult komen kijken. Ja, ik wil het nog even kort hebben over wat, wat jullie nou in uh, productie hebben. Dat zijn natuurlijk die roze flesjes. Andere zuivelbedrijven die beginnen nog wel eens uh, ja, bolletjes fla of uh, uh, iets met uh, tropische kers, ik zeg maar wat. Ja. Maar bij Jacoult is het eigenlijk altijd Jacoult. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik denk dat dat ook wel een van de sterke punten van Jacoult is. Mensen. Uh, uh, kennen het. Hè? Die, 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 natuurlijk, sowieso het flesje is al heel erg uh, herkenbaar. Um, uh, en mensen uh, vertrouwen het ook als zodanig. En de mensen die het drinken, die, die kiezen daar heel bewust voor. En die hebben niet, uh, niet ieder jaar een nieuw smaakje of wat dan ook nodig. Dus, en dat, dat willen we ook heel bewust niet doen. Uh, je moet het gewoon bewust kopen. Uh, je zult het ook niet heel vaak in de aanbieding zien. Um, uh, er loopt nooit eens of... een manager bij jullie rond die zegt: we gaan het helemaal anders doen? Ja, er zijn genoeg mensen die wel allerlei ideeën hebben. Ook voor, uh, voor productvernieuwing. Maar je merkt wel dat wij een. Uh we zijn een traditioneel bedrijf. En eigenlijk is Yakult daar ook best trots op dat het een traditioneel bedrijf is. En niet met alle winden meewaait. En ieder jaar weer uh, weer allerlei nieuwe dingen probeert. En sommigen weer terugtrekt. Uh, nee, dit, dit is het product wat we hebben. Maar dus er zullen in de toekomst. Uh, er wordt wel naar gekeken om, om, om ook nog eens een keer uh, weer wat nieuws uh, op de markt te brengen. En als je in, in Japan kijkt, daar hebben we als bedrijf echt tientallen verschillende producten ook. Uh, die daar verkocht worden. Nou, mocht het in de toekomst hier in Nederland ook gaan veranderen, dan weten we je te vinden. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Jan Albert Blauw van Yacult. Graag gedaan.